supermarkt is trouwens niks te horen. Want ik had Rick bericht gestuurd. Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En wat heb ik heerlijk geslapen. Ik heb lekker mijn raam open geslapen dit keer. Met een zonnescherm naar beneden, maar ik heb het net omhoog gedaan. En wat ik ook dan nu ga doen is lekker neer weer naar beneden zetten voor het editen. Want toen kan ik beter zien namelijk. Qua editen, want u moet dat goed kunnen zien wat ik edit en wat ik weghaal. Dus vandaar. En dan is het nu even donker, maar dan pak ik ook nog even een kopje. Ga ik even koffie zetten en kan je eten geven. En dan gooi ik die andere open. En ik heb net de slof aangedaan. Maar ik voel heel erg geprikt, dat heb ik al een paar dagen. Sinds als ik die slof aantrek. En ik kan zeker te voelen wat het is, maar dan weet ik niet wat het is. En dan voel ik helemaal niet goed. Daarna is het weg. Een volgende dag dan voel ik het weer. Dus ik weet niet wat het is. Maar oké, maakt niet uit. Maar nu even lekker een bakje koffie te zetten. Ah, doet soms wel pijn. Het zal wel. Maar ja, ik ga even koffie zetten. Laat het even lekker doen. En dan even editen dadelijk. Ik ben voor even met Rick gaan praten. En toen heb ik deze vestje even aangetrokken. Want echt. Het is echt veel minder warm dan gisteren. Want er is best wel behoorlijke wind, vind ik. Mijn gevoel. En ja, ik moet nog even. Ga ik misschien even met Rick even wandelen. Maar dan ga ik nog even kijken. Hoe en wat. Misschien even naar wandelen naar de supermarkt. Want ik heb een paar dingen vergeten om te halen. Dat is roerbakmix en. Ja, alleen en kaas trouwens. Ben ik ook nog vergeten. Dus die heb ik niet. Nee, ik stel net op kijken. Die heb ik helaas niet. Dus ga ik denk ik zo meteen halen. Ga ik even. Rick moest ook even naar de supermarkt, zei die. Dus ga ik dat samen met Rick halen. Dus. Nu maar even lekker. Deze editen. Die is nu klaar, zit in de renner. Maar ik kan er zo slecht tegen als het iets lang duurt. Daar heb ik echt geen geduld voor. Wil ik snel mogelijk af hebben. Maar ja. Weet niet. Af en toe heb ik wel geduld, maar af en toe ook weer niet. Maar ja, zo ben ik. En ik vind een plantje vind ik echt mooi, maar ik zat te kijken al gisteren natuurlijk. En ik zie het alleen maar uitdrogen, dus ik ga ze proberen, maar even of proberen een beetje te water te geven, want de aarde is denk ik ja, uitgedroogd. Zo. Zo, die heb even water. Zo, dat is één. En dan deze. Neem gewoon hele schootjes er mee erbij. Dat moet gewoon werken hoor, voor mij. Zo. Ik weet eigenlijk dat niet zo al veel water moet hebben allemaal. Deze kan hier neer, deze tafel. Deze nog. Deze ziet er allemaal nog mooi uit, vind ik. En het ziet er nog, ja, het ziet er gewoon lekker nog mooi uit. Maar het is wel een beetje moeilijk om te goed water nat te maken. Maar ja, maar dan ga ik zo meteen ook naar de supermarkt, wat ik al zei. En de kraan uitgezet net. Zo. En dan gaan we verder even zien wat we gaan doen. In ieder geval ook even vanavond eten maken. En wacht op de render die bijna klaar is. Supermarkt is trouwens niks te horen. Want ik had Rick bericht gestuurd en die heeft niks laten horen. Dus misschien is hij het vergeten. Nou, dan maar geen boodschappen. En dan zonder mijn kaas en zonder roerbakgroenten. Ik ben er ook zelf even vergeten. Want ik was even terug bezig. En om nu even snel te gaan, wordt alleen maar later met eten. En daar heb ik geen zin in. Dus ik ga nu al beginnen met eten te maken. En dat is spaghetti. Zonder roerbakmix en
kaas. Wauw, ik moest even nadenken. Wauw, oké. Maar dan gaan we nu beginnen. Ik heb 2 pasta, 1 saus erbij en eentje gaan in de kast. En dan gaan we nu maar lekker klaarmaken. Dus laten we dat gelijk nu doen. Let's go. Ik heb eten klaargemaakt, heerlijk, spaghetti, en dan ga ik nu maar eten. En ik had Rickje nog een app gestuurd natuurlijk, of hij nog boodschappen ging doen. Ik stuurde hij appje terug, winkels zijn dicht. Dat is wel balen, maar ja, ik heb nu ook geen nut, want ik heb al eten klaargemaakt en ik ga nu lekker eten. Alleen zonder roerbakmix en kaas, jammer dan. Dus ga ik dan maar even lekker eten. Het is goed gelukt, vind ik. Smaak is goed. En nu ga ik lekker ervan genieten. Het is een tijdje verder, maar ik heb eten op taal aanrecht staan. Want ik heb hem niet helemaal opgekregen. En ze zijn nu in de bakje. En die zijn als het goed is hopelijk afgekoeld. Eentje zit al saus en macaroni in. Ik heb hem niet helemaal opgekregen, ik zeg wel eerlijk. En de andere alleen saus en nog een klein... Zou ze maar spaghetti bij te doen. Dus dat is zo klaar. Alleen de aardig zit helemaal onder. Dus nu moet ik even het doekje overheen halen. Dus laten we dat even doen. Even snel. Dan ben ik weer vergeten. Maar toen ik aan het eten was, belde Sanne mij. Was even super gezellig. Dus maar dan ga ik dat even alleen even schoonmaken op de aardig. Want anders gaat het ook blijven plakken. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus gaan we dat even schoonmaken. Gaan we het even doen. En dat is gebeurd. Het is helemaal clean. Gelukkig. Want als ik heb een reactie al gelezen en heb diegene even voor bedanken. Als ik het niet zou schoonmaken. Zo, pardon. Als ik het niet zou schoonmaken, dat het dan aan blijft plakken en dat het niet meer eraf gaat. En dat heb ik al gemerkt. Want ik maak hem wel vaak schoon. Maar dan ben ik net, soms op momenten ben ik gewoon net te laat om echt goed schoon te maken. Dat ik net iets te laat ben en dat het blijft aanplakken. Maar voor de rest vind ik hem schoon. Want ik zie dat het zo schoon probeert te maken. Dat zelfs. De cijfers van de plaat gaan eraf. Want ik kan nou niet meer, bij sommigen al niet meer zien wat 1, 2 of 3 is. Of 6 en 5. Dus ik alleen 4, 0, 0, 1 en 4 staan. Dus zo gaat het nou al naartoe. Dus maar, dan ga ik nu maar even... klaarmaken om dadelijk, ga ik deze nog even in de koelkast zetten. Want die ga ik morgen lekker eten, maar... En Ganja wil gelijk in de koelkast, maar dat wil ik niet hebben, Ganja. En nu ga ik even ruimte maken om even... Ja. Zo. Zo, hoppakee. Dan kan deze bakjes erachter. En Ganja, dit is niet voor jou. Dat weet jij. Ganja zit hier te spieken. Hé, Ganja? Hey. Hoeft niet? Het is niet voor jou. Die eten is niet voor jou, Ganja. Maar ga ik nu maar even
Even flink een douche pakken. En dan even volg krijgen van Don de Jong. Echt. Kanja. Nee, dit is niet voor jou. Elke keer heeft hij dat. Als hij ruikt te eten, wilt hij het ook hebben. Kijk maar hoe schitterend hij nou is. Hey Gan. Kanja. Wat doe jij in de koelkast? Ja, wat doe jij? Zie je allemaal lekkere dingen? Zie jij allemaal lekkere dingen? Hè? Zie jij allemaal lekkere dingen? Hè? Mooi, ik kan de kast dicht. Zo, die is er dicht. Morgen krijg je broodjes. Vers water. Dus morgen krijg je allemaal lekkere dingen, jongen. Nog even wachten, tot morgen. Hè? Kanja, even wachten tot morgen nog. Ja. Maar het is helemaal schoon. Lekker, mooi schoongemaakt. En hier kan je maar... De letters gaat letterlijk vanaf. En zelfs daar moet ik wel voor mezelf uitkijken. Want... anders weet ik niet meer van welke plaat die aangaat. En dan moet ik gewoon zo voelen. En dat is wel een beetje gevaarlijk, vind ik zelf eigenlijk. Maar als ik denk, sowieso, ik kan wel goed inschatten. Deze moet ook even denken, beter daar zo. Dus moet ik even, ja, kijken, oplossing van zinnen. Misschien hebben jullie oplossing, laat het anders maar weten. Maar dan gaan we nu even lekker verder kijken naar de vlog van Don de Jong. Ik ga nou klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Morgen lekker dit opruimen. En nu maar lekker richting mijn bed toe. En lekker. Tukkie, slaapje doen. Dus, ben je nog trouwens niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het super tof zijn als je hier beneden abonneert. Wat ik eigenlijk tegen jullie allemaal wil zeggen, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En een tof reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkplezier, gewoon een hele vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters.